deze tekst deed toch wel vermoeden dat er iets speelde dat iemand haar zou hebben opgelicht. Yeah, there's nothing worse, dus niets erger dan de gebruikt worden als je het ontkent en het doorlaat gaan. Ja, en toch kwamen er daarna veel geruchten de wereld in dat dit iets met René van der Gijp te maken zou hebben. Ergens ook wel logisch in de tijd van juice-kanalen bijvoorbeeld, die hier meteen van alles achter gaan zoeken. Dus vandaag voelde Minouche zich ook wel weer genoodzaakt om daaroverheen te reageren. En vooral even duidelijk te maken dat ze dit vanuit emotie heeft gepost en dat dit echt niet om René gaat. Met een vriendin te maken of zo, hè? Ja, met een vriendschap die niet helemaal goed ging. Maar ik denk dan, Pim, is het dan wel zo handig om dit vanuit emotie te plaatsen? Want je weet juist in deze tijd dat geruchten heel hard gaan. Ja, maar zij zijn gelukkig. Ze zijn heel gelukkig. Ik ben een paar jaar geleden op een huwelijk geweest en er is niks mis mee, volgens mij. Dat weet ik nog wel, Wat was dat? Dat was een prachtig huwelijk.